destrei. Em nossa frente. Destrei, destrei. Em nossa frente. Sei o bom mensagem. Dames en heren. En als we hier tot vanmiddag moeten wachten, dan gaan we wachten op de president. Ja. Of zijn vertegenwoordiger. Maar we willen nu een oplossing. We hebben te lang gewacht en steeds moeten horen uitstel, uitstel, uitstel. En straks wordt het afstel. En dat gaan we niet accepteren. We gaan dat niet accepteren. En die herwaardering moet nu. We zijn wachtende op onze volkspresident. Want hij houdt van ons. Volkspresident. Wij houden van u. Ze schande. Kijk hoe lang hij zijn mensen buiten laat wachten in de zon. President, we wachten op u. Niet we wachten op u. President, we wachten op u. We wachten op u. Kom naar buiten, president. Oké, we zijn wachtende. Op onze volkspresident. Wij houden van u, dus wij vragen u, luistert u ook naar ons? Oh, dit is een andere. U hoeft niet van ons te houden, maar wij houden wel van u. Kom eruit. En als we te horen krijgen dat de president niet wil komen, dan gaan we terug naar ons standplaats. En dan gaan we het strijd voortzetten. Ja. In elk geval hebben wij. Dus we wachten nog een kwartier. Als hij niet komt, dan gaan we terug. Ja. Dide Tamara, we strijden moro fara. Dide Tamara, we strijden moro fara. Kom eruit. In elk geval is het voor mij duidelijk dat dat stukje respect wat we zouden verwachten van de regering. En zeker van de president is uitgebleven. En dat is heel erg jammer, maar we moeten ermee leren leven. En we gaan niet mee ermee leren leven, maar we gaan ons daartegen verzetten. We gaan ons daartegen verzetten. En we gaan de strijd voortzetten. Dames en heren, we gaan terug naar het centrum. Maar belangrijk is dat we morgen om 8 uur... in het centrum weer zijn. Ja! Is het duidelijk? Ja! We strijden door om Orofara? Ja! Strijden. Zo voelen ze voor het volk. Ze voelen geen M voor het volk. Laat me je vertellen. Dan komen ze mij vertellen dat ze Surinamers zijn. Het zijn honden bij elkaar. Ik vind het erg dat onze president ons zo heeft behandeld. Hij heeft helemaal geen initiatieven getoond om naar buiten te komen, om te kijken wat er hier allemaal gebeurt. Het interesseert hem niet. Wat voor signaal stuurt hij naar het volk? Niet alleen naar de leerkrachten, naar het volk. Wat voor boodschap stuur je als president, als verwaardig gekozen president? Belachelijk. Hij is de volkspresident, klopt. Is dat zo? Is dat zo? Kijk, waar is hij? Volkspresident, Pade. Nergens, nergens, nada. Aan de Benjaminstraat ga je hem tegenkomen wanneer hij jullie stemmen nodig heeft. Dan gaat hij bussen sturen, hij gaat porties bestellen en hij gaat ook een 50 SRD reserveren om daar die stoelen bezet te houden. Maar dat liedje gaat niet verder hoor. We streven als twee. Because we zaten één. En we kregen alle twee. En we kregen alle twee. En we kregen alle twee.